Bij trauma is het belangrijk om positieve emoties te versterken. Het lijkt alsof het bij traumaheling alleen maar gaat om het verminderen van de negatieve emoties. Maar wat even belangrijk of zelfs nog belangrijker is, is het helpen, iemand helpen om de positieve emoties te versterken. Dus een traumatherapeut helpt om de negatieve emoties te downreguleren, dus wat naar beneden te brengen, en de positieve emoties te upreguleren, dus naar boven te brengen. En dat versterken van positieve emoties is voor iemand die trauma heeft meegemaakt, en dat zijn we bijna allemaal in meerdere of mindere mate. Het versterken van de positieve emoties is vaak moeilijker dan het naar beneden brengen van de negatieve emoties. Wanneer de positieve emoties heel sterk worden, dan kan dat iemand direct naar de negatieve emoties toe brengen. Misschien ken je bij jezelf die switch soms, dat als je je heel goed voelde en daar helemaal in ging, dat je dan ineens plotsklaps terecht kwam in een heel negatief gevoel, of heel somber, of heel down, of paniekerig, en dat er allerlei negatieve gedachten bij je opkomen. Dus ook voor de positieve emoties is het net als bij de negatieve emoties belangrijk om ze te titreren, om ze in kleine opbouwende stapjes toe te laten. En het is belangrijk om bij jezelf na te gaan, of als je therapeut bent, om dat aan een cliënt te vragen van hoe lang kun je een positieve emotie verdragen? Is dat 1 seconde of 3 seconden of een halve minuut of een minuut? En hoe kun je, als je die positieve emotie hebt, hoe kun je die dan ook containen? Dus soms hoor ik van iemand van, oh, ik voelde me nou positiever, dus ik ben van alles gaan ondernemen, allerlei nieuwe dingen. En daarna is er de uitputting. En met die uitputting komen dan de negatieve gedachten ook en negatieve gevoelens. Dus hoe kun je, als je je zo positief voelt, hoe kun je dan ook nog voelen dat je voeten op de grond staan, dat je geankerd bent met de aarde? En hoe kun je deze positieve emotie opvangen in jouw hele lichaam? Hoe kun je daarmee zijn? Dus het is belangrijk om die ook te ankeren in je lijf. En om te voelen dat die positieve emotie ook een bodem heeft. Dat je staat met je voeten, of als je zit, dat je voeten op de grond staan. En dat je gedragen wordt door de stoel met die positieve emotie. Maar het is wel belangrijk om aandacht te geven aan die positieve emotie. Bij jezelf, maar ook als je therapeut bent, bij jouw cliënt. Want heel vaak is het zo dat een cliënt iets vertelt, oh, dit en dat ging heel goed, en dat je dan als therapeut zegt van, ja, maar hoe ging het dan met die moeilijke verbinding met je moeder bijvoorbeeld? Of heb je nog wel goed kunnen slapen? Dus dat je aanhaakt op iets wat lastig was voor de cliënt.
In plaats van te vragen van als iemand zegt ik had een hele goede dag gisteren, van vertel eens over die dag. Ik wil graag horen wat je hebt meegemaakt en hoe goed die dag was. Dus om dat wat positief is ook aandacht te geven en een mogelijkheid te geven voor expansie, voor het er echt kunnen zijn in verbinding met jou als therapeut. Dat kan zo helpend zijn om een positieve emotie te delen met iemand die er echt oprecht in geïnteresseerd is. En dat is iets wat vaak gemist is in het verleden. Want als je als kind een positieve emotie had en je voelde dat je ouder niet blij was, dan was je bang dat als jij die positieve emotie liet zien, dat je ouder je dan af zou wijzen of niet meer kon ontmoeten in jouw blijheid, in jouw enthousiasme. Dus heb je vaak geleerd om dat af te schermen, om dat niet te tonen. Om veilig te stellen dat je ouder er zou blijven. Dus ongemerkt ben je dat gaan verwachten ook van de mensen die om je heen zijn als je volwassen bent. Dat als je heel blij zult zijn, dat je dan alleen komt te staan. En in mijn eigen ervaring is dat ook heel vaak zo. Dat bij een ander jaloezie opwekt. Of het gevoel van, oh, die ander is zo blij en ik ben het niet. Dus om echt expressie te kunnen geven aan en te zijn met positieve emoties, is het ook belangrijk om te leren om in jezelf te kunnen rusten, om in jezelf verankerd te zijn en om ook steeds meer veiligheid in jezelf te gaan ervaren. Maar hoe kostbaar is het als je therapeut bent en je kunt er alle ruimte geven aan jouw cliënt om die positieve emotie er helemaal te laten zijn? En om tegelijkertijd ook begrip te hebben voor als iemand niet langer dan een bepaalde tijd met die emotie kan zijn, met die positieve emotie. En geen oordeel te geven op wanneer die dan weer in een neutraler of negatiever stuk gaat. Maar om daar begrip voor te hebben van, oh, blijkbaar is er nog niet meer capaciteit in het systeem dan die ene seconde of die 3 seconden om met dat positieve gevoel te zijn. Als duidelijk is hoe lang je een positieve emotie kunt verdragen, dan kun je dat in nabijheid van de traumatherapeut langzaam gaan opvoeren, die tijd. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. Zowel als therapeut als cliënt of als iemand die en geen therapeut en geen cliënt is vanuit jouw eigen leven. En als je wil, kun je dat delen in de reacties onder dit filmpje.